In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. De aflevering van deze week gaat over Jacob en zijn visioen. Jacob was de zoon van Isaac en had een broer genaamd Esau. Esau was eerder geboren dan Jacob en daarom kreeg hij dus het eerste geboorterecht. Jacob had samen met zijn moeder Rebecca een plannetje bedacht om het eerste geboorterecht van Esau af te nemen. Dit is hem uiteindelijk ook gelukt. Toen zijn broer Esau hierachter kwam, werd hij zo boos dat hij zijn broer Jacob zelfs wilde vermoorden. Jacob hoorde dit en is toen op de vlucht gegaan. Onderweg kwam hij bij een plek genaamd Haran. Dit was ook zijn overnachtingsplek, de zon was al ondergegaan. Hij pakte een steen, gebruikte die als kussen en is daar gaan slapen. Toen hij ging slapen, kreeg hij een visioen. Op dat visioen zag hij een ladder die van de hemel naar de aarde ging, met allemaal engelen die van boven naar beneden over de ladder heen lopen. Ook zag hij bovenaan de ladder Heren en de Heren zei: Ik ben de Heren, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. En zie, ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen gaat. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik heb gedaan wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob wakker werd, besefte hij dat God echt op deze plek was, zonder dat hij dat doorhad. Hij werd bang en riep: Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Die ochtend was Jacob vroeg opgestaan. Hij pakte de steen die hij als kussen had gebruikt en zette de steen rechtop. Hij gebruikte deze steen als gedenkteken en goot er olie op. Hij noemde deze plek Bethel, wat eigenlijk huis van God betekent. Vervolgens legde Jacob een gelofte af met dat als God hem zou beschermen, hem kleding zou geven en voedsel en hem veilig terug zou brengen, dat zijn vertrouwen in God nog groter zou worden. De steen die hij overeind had gezet zou het huis van God worden en ook zou alles wat hij krijgt van God, zou hij een tiende deel aan God geven. Op de terugweg heeft hij een altaar gebouwd over deze steen. Met dit visioen liet God aan Jacob zien dat hij met hem was en hierdoor is het vertrouwen van Jacob in God vergroot. In de huidige tijd zien wij dit ook. De bisschoppen wijden het altaar in met de heilige olie in Meroen. Mogen zijn gebeden met ons zijn. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Tot de volgende keer.